We gaan met de paarden de reis lopen en dan gaan we uiteindelijk... De eindbestemming is de Torre van Pisa. Breda nu. Je weet het meteen. Ooit gehoord van sociale vaardigheid trainen met ponies? Deze kinderen bij praktijk in de natuur wel. Maar wat houdt dit precies in? De cursus Pony Power for Kids is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 tot 11 jaar. En daarmee wordt ook de emotionele groei ondersteund. Het heeft 6 lessen van 2 uur, waarin we met de ponies werken en de kinderen in kleine groepjes. En dan werken we vooral aan hoe maak ik contact, hoe stel ik mijn grens, hoe kan ik samenwerken. En dat doen we allemaal. Eerst kijken we naar het kuddegedrag van het paard. En dan naar ons als mens, van hoe doen wij dat? En hoe doen wij dat in contact met elkaar? Maar ook hoe doen wij dat in contact met het paard? De cursus heeft ook een werkboek wat ieder kind krijgt. En dat vormt ook de transfer met, wat heb ik hier op de cursus gedaan? En dat nemen ze mee naar huis. Het paard heeft echt wel een hele bijzondere rol. Een paard leeft eigenlijk van oudsher in een kudde. Is ook een vluchtdier. Dus die leeft heel erg in het hier en nu en die kijkt altijd, die voelt van, is het veilig? Hè? Of moet ik vluchten? Dus een paard is heel gevoelig daarin. En als wij als mens of als kind bij een paard gaan, of bij een aantal paarden, dan voelt het paard aan van, hoe staat diegene erbij? Is het veilig voor mij? Of moet ik vluchten? Dus hij wil eigenlijk altijd balans, ook met degene, met mensen die daarbij staan. Dus een paard reageert meer op onze binnenwereld. Als wij heel angstig zijn, reageert een paard daarop. Of als wij heel blij zijn, reageert hij daar ook op. Nu hebben jullie de reis hier in het echt gemaakt. Wat gaan jullie daar nu mee doen? We gaan met de paarden de reis lopen en dan gaan we uiteindelijk... De eindbestemming is de Torre van Pisa. Voor ieder kind zou de cursus gewoon heel goed zijn. Maar soms zijn ook kinderen die bijvoorbeeld in een scheiding, ouders gescheiden, dat de kinderen heel verdrietig of boos zijn. We hebben ook heel veel aandacht voor de emoties van kinderen in de cursus. We werken hier met 2 paarden. Kashmir is een paard van 26 jaar. Die heb ik al 24 jaar, dus ik ken hem door en door en hij mij ook. Het is een KWPN-ruin. En Binky is een kleinere pony, is een kruising IJslander-Shetlander. En die heb ik nu 8 jaar en die is 19 jaar. Zij leven samen altijd in een kudde, altijd in de natuur met elkaar. Dus zij hebben ook veel met elkaar te maken, dus zij kunnen samen ook... goed met elkaar overweg. Het zijn hele fijne paarden die heel duidelijk aangeven wat ze willen. En het is leuk om mee te werken. Kinderen vinden het ook heel fijne paarden. Breda nu. Je weet het meteen.